Als je rechtdoor gaat, kom je bij een splitsing en dan zou ik rechtsaf gaan. Dan ga je... Het heeft 2 uur geduurd voordat we 3 printjes konden maken. Nou, toen zijn we vertrokken met de tram naar... Nee, met de bus. Maar toen hadden we een stealthbus en toen ging het fout. Want die bus die had zoiets van, handen zeggen we niet, nu zit hij ineens 5 kilometer verderop. En nou is het hopen dat we zojuist de goede kant op zijn geweest. Want over een half uur zijn onze perspassen niks meer waard. Oké, ik bedenk me dus net dat ik een bordje heb zien staan, ingang tot het park. En dat was linksaf, zoals we nu lopen, maar aan de andere kant van het water. Fingers crossed. Wat heb ik in de koffer? Degene die dat raadt, die wint een hele mooie prijs. Inception, spel in spel in spel. Wow, next level. Het is echt daar. Ik weet het gewoon. Ik ben helemaal nerveus. Ik heb helemaal geen zin meer in. Ik hoor het ook gewoon bijna langzaam aftrekken. Voel me als een zeehond die de Titanic probeert te waarschuwen. You know you're fucked. You know you're fucked. You gotta be shitting me. Nog een fucking crossroads. Nog een fucking crossroads. Oh. Openluchttheater? I don't know. Wiens idee was dit? Wiens idee was dit filmpje? Irene? Irene, ik haat je bij deze. Niet persoonlijk, maar professioneel. Ik haat je. Niemand weet wat er in de koffer zit. Ik weet niet eens wat er in de koffer zit. We moeten helaas daarvoor doorverwijzen aan onze persvoorlichter. Die is op het moment helaas ziek. Die heeft laatst leukemie opgelopen, maar dat is allemaal goed gekomen. Dit waar is hij? We zijn de bom kwijt, man.